de basis van alles is. Yes, liefde. Ja? Het is Valentijn, hè? Ja, en dan? Roos is getrouwd met Paul. En je ziet ze beiden in het restaurant op Valentijnsavond. Ze krijgt daar een avond van haar man. Dat is een zeer druk bezette man die auto's verkoopt en vooral vol is van zijn verkoopskunsten en prestaties. Roos is helemaal gefrustreerd. Maar ze gelooft er wel in, hè? Anders zou ze niet gefrustreerd kunnen zijn. Als iemand die ontgoocheld is in de liefde, heb je als tegenwaarde altijd het absolute geloof en de verwachtingen. Bij Roos zitten we op dat moment op het punt van haar gebrek aan houvast. En ze legt het allemaal bij haar echtgenoot, bij haar man. Terwijl dat ook, dat is een andere discussie, moest ze dat wel doen of niet. Je moet jezelf altijd blij naar uitvinden in een ideale relatie, hoor. Dat blijft een menselijk vak, hè, natuurlijk. Hè. En dus vanuit dat soort begrip voor elkaars taal, binnen in het vak, dat je voor elkaar ook blijft kiezen of niet. En Joël kan zich naar mij, vind ik, ik heb het gezien, naar alle acteurs, gigantisch goed uitdrukken. Mm-hmm. En precies omschrijven wat hij verlangt van u als acteur. En wat hij als sfeer wil. En hij is daar zo goed in dat ik daardoor ook altijd een boost van vertrouwen krijg. En dat was in deze niet anders. Mm-hmm. Dat was de eerste keer dat we samenwerkten. Ja. En ik keek daar eerlijk gezegd ook naar uit. En we hebben toch moeten merken dat we ongeveer qua temperament op dezelfde golflengte zitten. Zo, dezelfde, het is nooit hetzelfde, maar we hebben elkaar snel kunnen vinden ook. Ook omdat er niet zoveel tijd is, maar we hebben elkaar snel kunnen vinden. En dus iedere keer weer een hartelijk weerzien. En je kunt ver gaan met Philippe ook om dingen te bespreken. Niets is te moeilijk of te ingewikkeld naar wat dat je wilt zoeken of vinden om dan terug te gaan naar de eenvoud. Het is de man van mijn leven, dat is de vrouw van mijn leven. Zo werkt dat natuurlijk niet, want de onvoorspelbaarheden zijn daar gewoon. Maar ik heb wel respect voor iedereen zijn natuur of zijn mismeestering of zijn gemis, gebrek, machteloosheid, frustraties. Je kunt iemand denken losgelaten te hebben en als je die dan terug ziet, schiet hij weer in vuur en vlam. Waardoor dat hij staat te bibberen en dan je afvraagt, what the hell? En dan begint het met je kop te spelen. Hè? Ja. Dan is dat nu om te zien of dat er moet in meegaan of niet. Na 20 jaar komt hier kikker hier even binnen. Wat veel goed? Nee, ik weet dat niet. Daar zit tristesse in, daar zit wrangheid en bitterheid in. Daar zit de hoop in, daar zit... Allee, toe, zou je als toeschouwer kunnen zeggen, kom man, doe dat nu eens toch niet. That's life. Ik hou van films die that's life zijn. Ik trouw nu geweest, lekker mond. En welk zullen we blakje noemen? Alles naar wens, meneer mevrouw. Top.